Goedemiddag allemaal. Welkom bij de webinar Hoe verder met een positieve SDE Plus beschikking voor een PV-project. Mijn naam is Edwin Coat van Solar Plaza. En met een aantal sprekers zullen wij over dit onderwerp met u van gedachten wisselen aan de hand van een paar korte presentaties. En u heeft de gelegenheid te reageren middels een chatbox. Iets over Solar Plaza. Velen kennen waarschijnlijk het bedrijf. Onze missie is om de wereld te veranderen door de duurzame energietransitie te versnellen. Sinds 2004 hebben we meer dan 85 events georganiseerd over meer dan 25 landen. En een netwerk opgebouwd van zo'n 50.000 professionals. Ja, we doen dit webinar in aanloop naar de 9e editie alweer van de Solar Future NL. De grote zonne-energieconferentie, business-to-business conferentie. Al 9 jaar het platform waar de key stakeholders van de Nederlandse markt bij elkaar komen. En als we kunnen registratiecurves niet liegen zoals ze nu verlopen, dan komen we ruim boven de 200 deelnemers in deze editie. En dat is niet zo verwonderlijk, want de markt is booming. We hebben ook weer een aantal internationale thought leaders uitgenodigd en we bespreken naast de Nederlandse markt ook de trends en internationale ontwikkelingen tijdens dat event. 18 mei in Baren, u bent van harte welkom. Maar waarom dit webinar? Wel, het is zo, en we hebben daar ook een artikel over laten schrijven, dat 50% van de PV-projecten met een SDE Plus beschikking, die is verstrekt in 2014 en 2015, nog niet is gerealiseerd. En de kans is klein dat alle toegekende subsidiegelden uiteindelijk zullen worden benut. Hoe kan dat? Wat gaat er mis? Hoe en door wie kunnen de betrokken partijen beter geholpen worden om deze projecten alsnog te realiseren? En hoe kunnen we de slagingskans verhogen? Hoe kan het dat niet al die projecten zo succesvol zijn ontwikkeld? En wat zijn dan de meest gemaakte fouten en wat kunnen we daarvan leren? En niet onbelangrijk, ook de financiering speelt een rol. En hoe kun je nou zo'n PV-project met SDE Plus succesvol financieren? Deze vraag zal aan bod komen in het webinar. U krijgt dus zelf de gelegenheid ook een vraag te stellen aan de experts middels de chatbox. Dat zal ik zo nog even uitleggen. En zoals toegelicht, dit is in aanloop naar de Zonne-Energie-conferentie op 18 mei. Waar wij ook extra aandacht zullen besteden aan de SDE Plus, middels sprekers die het hele traject hebben doorlopen. Een Customer Experience Panel met partijen die hun ervaring zullen delen. Goed, waarom dus dit webinar? Nou, deze sheet laat ook al zien dat van de 883 megawatt aan toegekende SDE Plus subsidies nog pas 25% tot 30% is gerealiseerd. Een aantal van de toekenningen is alweer ingetrokken. Een aantal zijn in ontwikkeling, worden nog gebouwd, maar er zullen er ook een aantal nooit worden gebouwd. Waarom is dat zo? En hoe kunnen we dit alles verbeteren? Daar gaan we het vandaag over hebben. We beginnen met een presentatie van Robert van Otterlo. Hij is de adviseur stimulering duurzame energieproductie bij RVO. Dana Estertsoen-Polle, ze is ontwikkelaar bij ZON bij Eneco. En tenslotte Marius Groeneberg, die een toelichting geeft van hoe je nu een PV-project met een SDE Plus succesvol kunt financieren van de Triodosbank is hij. Gedurende het webinar is er gelegenheid om vragen te stellen, vragen in te sturen die we na elke presentatie kunnen behandelen. Aan de rechterkant van uw menu ziet u een chatbox en hier kunt u vragen instellen of insturen. Ik kan niet beloven dat we kunnen niet beloven dat elke vraag wordt behandeld. Maar we zullen proberen zoveel mogelijk van uw vragen met de sprekers door te nemen. Technische vragen, er is een aparte chatbox voor onderin. En daar zal mijn collega waar mogelijk met raad en daad beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden. Misschien ook goed om te weten dat de sheets en de hele recording van deze webinar later beschikbaar komen via onze website. En u krijgt hem toegestuurd. Goed, voor mensen die mij niet kennen, ik ben sinds 1994 actief in de zonne-energie. Gestart als consultant, later initiator van verschillende PV-projecten. En vanaf 2004 eigenlijk voornamelijk als organisator van PV-events around the globe actief. En veelal ook als dagvoorzitter van PV-conferenties. Goed, ik wil nu aan mijn collega vragen om even een poll question op het scherm te presenteren. Waarbij we dan interactief met jullie, met alle deelnemers, die vraag kunnen doornemen. U kunt dan die vraag beantwoorden en we kunnen dan ook direct online de resultaten zien. Ik ga even kijken of die question al bijna in beeld kan komen. Dan gaan we dat. Is dat.
Ja, u kunt de vraag nu beantwoorden. Ja. En we zien interessant dat het verkrijgen van de financiering toch een van de grootste uitdagingen blijkt te zijn. Er zijn nog wat mensen aan het stemmen, we zullen nog even wachten. En dan... Ja, er wordt nog steeds gestemd. We zien de potloden nog rood kleuren in het stemhokje. 3 seconden, 2 seconden, 1. Ja, dan ga ik vragen mijn collega om in beeld te brengen wat de resultaten zijn. En ja, 50% ziet het verkrijgen van de financiering als een echte challenge. Dat is toch wel, moet ik zeggen, enigszins verrassend. Maar gelukkig hebben we een spreker van Triodos Bank Water in het programma. Zodat we op dit onderwerp nader in kunnen gaan. Goed, dank u wel voor de medewerking. De resultaten zullen we bewaren en later ook delen. We gaan nu over naar de eerste spreker. En dat is Robert van Otterlo. Hij is adviseur stimulering duurzame energieproductie bij RVO. Als zodanig adviseert en begeleidt hij projecten waaraan subsidies verleent. En hij geeft voorlichting over deze regeling. Hij is verantwoordelijk voor de beoordeling van de grote en de complexe zonprojecten in de SDE-regeling. Robert, ga ik even kijken of ik nu hoorbaar kan maken. Robert, je kunt mij horen. Ik kan je verstaan, jazeker. Dan ga ik nu nog eventjes een, jouw presentatie op het scherm toveren. Ja, Robert, the floor is yours. Oké, dankjewel Edwin. Goedemiddag allemaal. Nou ja, mijn naam is inderdaad Robert van Otterlo en ik ben adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en specifiek voor de regeling stimulering duurzame energieprojecten. En daar werk ik met name aan de zondossiers die we hebben. Zowel de zonprojecten die nieuw worden aangevraagd als alle projecten die daarna in beheer komen en waar ook van alles mee kan gebeuren. Nou, ik ga kort een presentatie geven over de stand van zaken 2014, stand van zaken realisatie in het algemeen en wat er beter kan. Ik wou eerst beginnen met wat algemene weetjes. Wij, de SDE-regeling op zich, die wordt in Zwolle wordt die uitgevoerd en we zijn momenteel zijn wij met 19 personen aan het zondossier bezig. Dus met 19 mensen werken wij alle zonprojecten, proberen wij in ieder geval binnen de termijnen af te handelen. We zijn momenteel bezig met de 11e openstelling van de SDE. We zijn in 2008 begonnen en inmiddels is dit de 11e. En in totaal is er 27 miljard aan duurzame energieprojecten gecommitteerd. Van 2008 tot en met 2016. Dus daar zit de voorjaarsronde 2017 niet in. Uiteraard, die moeten we nog afhandelen. En 33% daarvan is in 2016 gecommitteerd. Dus dat geeft ook wel weer hoe... In welke mate de budgetten toenemen. Met al dat budget hebben wij inmiddels 16.302 SDE zon-PV beschikkingen in beheer. Dus dat zijn alle projecten die zowel zijn uitgevoerd of nog moeten worden uitgevoerd. Even kijken, nou probeer ik naar de volgende sheet te gaan. En dat lukt. Ja, dat valt ook al te zien aan het overzicht wat jullie nu voor je hebben. De SDE Plus is 2011 van start gegaan. Daarvoor hadden we de SDE-regeling, waar je dus per techniek aparte budgetten had. En je ziet eigenlijk wel in de loop der jaren dat er steeds meer gele blokjes bij komen. Dus dat het budget voor zon-PV steeds groter wordt. Dat steeds meer geld naar de zon-PV-projecten toe gaat. 2015 heeft daargelaten. Dat was voor zon-PV helaas een minder jaar. Maar ja, de trend is wel heel duidelijk te zien wat er met de zon-PV-projecten gebeurt. Dus leek het ons wel leuk om eventjes op een rijtje te zetten wat nou de grootste cluster aan zon-PV-aanvragen van een partij zijn of het grootste project in een jaar. En die hebben we in een grafiek gezet. En daar zou ik nu graag de volgende sheet van willen zien. Ja, daar is die. Jij moet je muis zelf kunnen bedienen, Robert, Oké, mooi zo. Ga ik dat doen.
In 2008 zijn we begonnen en als je kijkt naar wat we dan in 2008 binnenkregen, hadden we natuurlijk de categorie van 0,6 tot 3,5 kilowatt. En de grootste partij die dat jaar eigenlijk de subsidie heeft geclaimd en gerealiseerd, dat waren 110 projecten van 3,5 kilowatt in Stad van de Zon, Herengewaard. Totaalvermogen van 385 kilowatt piek. Dat is niet het hele vermogen wat in Stad van de Zon is gerealiseerd, maar in ieder geval wat met SDE is gerealiseerd. 2009 was Horizon Energy, die had 30 keer 100 kilowatt piek, dus die hebben in totaal 300 megawatt gerealiseerd. 2010 kwam Sun United en die had 54 systemen van 23 kilowatt. Nou ja, 2011, dat was eigenlijk het eerste jaar dat we de SDE Plus hadden, dus dat alle verschillende technieken ook met elkaar moesten gaan concurreren. Toen was er voor zon-PV heel weinig ruimte. En het grootste project wat toen is gerealiseerd, dat is Van de Ven geweest met 1,5 megawatt. 2012 is voor zon-PV helaas hetzelfde beeld geweest. Relatief weinig budget voor zon-PV. En het grootste systeem wat daar toen gerealiseerd is 650 kilowatt piek. Nou ja, 2013 toen begon eigenlijk de aanloop naar de grotere systemen. Het grootste systeem toen, dat was de Weekamp hier in Zwolle. Pand wat in eigendom is van WDP, ook gerealiseerd door WDP. 2,5 megawatt is daar op het dak gerealiseerd. En nou ja, 2014, toen kwam eigenlijk de eerste grootschalige grondgebonden zonneparken. En dat was Delfzijl met 30,8 megawatt piek. 2015, nou, dat zagen we net in het grafiek ook al. Ging het meeste budget naar andere technieken, goedkopere technieken. En is er uiteindelijk wel een systeem gerealiseerd door Waternet van 2,9 megawatt. En toen ik maandag dit grafiekje maakte, hadden we natuurlijk zonnepark Midden-Groningen. 103 megawatt piek, wat nog gerealiseerd moet worden. Maar zoals de meeste luisteraars, die waarschijnlijk de pers ook wel in de gaten houden, hebben kunnen zien, is dat daar wel wat beren op de weg zijn gekomen met betrekking tot de omgevingsvergunning. Dus we hopen dat dat project snel weer een doorstroming kan vinden. Maar wat ik hier eigenlijk wil laten zien is dat er dus, ja, 2008 hadden we het echt over systemen van 3,5 kilowatt piek, weliswaar meerdere. Maar toch echt relatief kleine systemen en we gaan nu steeds meer toe naar zeer groot grondgebonden zon-PV projecten. Los van alle honderden zon op water projecten die we, of zon op water, maar zon op dak, veld, nou ja, op water hebben we inderdaad ook de eerste beschikkingen voor afgegeven. Dus er is behoorlijk wat in ontwikkeling. Dan gaan we even naar de cijfers toe. Oh, ik sla een sheet over. Daar is die. Dit is een grafiek van de projecten die wij die zijn gerealiseerd. Dat zijn roze-paars gekleurde staafdiagram. En de projecten die zijn ingetrokken. Nou ja, als je daar kijkt naar 2013, dan zie je eigenlijk heel duidelijk dat een hoop is ingetrokken. Dit zijn niet alleen de zonprojecten, hè. Dit zijn alle projecten die binnen de SDE zijn gegund. En een groot deel in de 2013. En 2012 ook. Van die projecten zijn weer ingetrokken. En het meeste budget wat daar is ingetrokken komt bij de geothermie en bij de biomassa categorieën vandaan. En 2013 zie je dat er nog een klein stukje in ontwikkeling is. Dat is het geel gekleurde stukje aan de rechterkant van de lijn. Dat is logisch. Dat zijn de laatste projecten die aan het einde van hun ingebruiknametermijn zitten. De zon-PV die kent een ingebruiknametermijn van 3 jaar. En dat 3-jaarstermijn voor die 2013 beschikkingen, dat loopt op dit moment af. Ik denk dat de laatste in april gaan aflopen. En als het dan niet gerealiseerd is, dan gaan wij ook handhaven en dan zullen die verleningen worden ingetrokken. Dan zie je, als je dan kijkt naar de 2014 projecten, zie je dat er een klein gedeelte is ingetrokken. Er is een iets groter gedeelte is gerealiseerd. Dat is het roze gekleurde gedeelte weer. En een heel groot gedeelte van die balk, het gele gedeelte, zijn de projecten die nu nog in ontwikkeling zijn. En heel veel projecten die je daarin ziet, zijn ook al gerealiseerd. Ik stond
twee weken geleden nog bij de Jumbo op het dak, bij een heel mooi groot zonnestroomproject. Wat dus al gebouwd is, wat gerealiseerd is, waar bij sommige locaties de netkoppeling nog voor elkaar gemaakt moet worden, zodat de productie ook op het net gezet kan worden. Maar die systemen zijn er degelijk gerealiseerd. Die zien we alleen nog niet in onze cijfers terug als gerealiseerd, omdat op het moment dat bij ons op de site gerealiseerd is, heb je eigenlijk het hele traject doorlopen. Het systeem is gerealiseerd, de netbeheerder heeft de meters gehangen, de garanties van oorsprong zijn aangevraagd bij ZQ. De netbeheerder heeft die installatie vastgesteld en dus zijn de GVO's afgegeven. Nou, op dat moment krijgen wij een seintje en kunnen wij de bevoorschotting gaan starten. En op dat moment komt die pas in onze systemen als gerealiseerd. Dus daar er zit een heel traject tussen. Dus vandaar dat ook een hoop tijd in beslag neemt voordat dat zichtbaar is dat die projecten gerealiseerd zijn. En zo zijn er tal van voorbeelden van projecten die momenteel ontwikkeld worden. WDP is ook wel in het nieuws geweest met een totale portefeuille van 30 megawatt. Daarvan worden momenteel heel veel systemen gerealiseerd. PostNL, Herbo GroenLeven heeft nog een aantal veldopstellingen die binnenkort ook aan het net zullen gaan. Dus daar zullen ook grote vermogens gecertificeerd worden en dat zal ook zeker te zien zijn in het realisatiepercentage wat we in de loop van de maanden zullen we dat zien in de gerealiseerde vermogens. En daarnaast heb je natuurlijk ook projecten waar wat ontwikkelingen zijn dat het gewoon die lastiger te realiseren zijn. Projecten zoals Tata Steel, weet je toch, 22 megawatt, waar Raadhuis aan het ontwikkelen is, waar je meerdere daken hebt, die installaties inpassen op het net van Tata. Dat zijn allemaal lastige situaties die een hoop tijd met zich meebrengen. Maar het is zeker de verwachting dat alsnog die installaties binnen de 3 jaar aan het net gekoppeld zullen worden. Dan de actuele data die we nu hebben over de 2014-ronde. Dat is toch eigenlijk wel vaak het onderwerp van gesprek. Het lijkt alsof die realisatie enorm op zich laat wachten of dat er weinig gerealiseerd wordt. Dus ik heb de actuele cijfers er even bij gezocht en gekeken hoe we er op dit moment voor staan. Nou, zoals bekend is er ongeveer 883 megawatt piek in zon-PV uit de STE 2014-ronde beschikt. Daarvan is momenteel 290 megawatt piek gerealiseerd. Dat is 33%. Nee, volgens mij was het 25% op 1 januari. Dus daar zie je ook al wat vooruitgang in zitten. Het aantal ingetrokken beschikkingen is op hetzelfde niveau blijven hangen. En ik zou zo meteen even uitleggen hoe dat precies komt. Maar dat betekent nog dat er dus 477 megawatt in de pijplijn zit. En dat zijn projecten waar wij concrete afspraken mee hebben. En het grootste gedeelte van die projecten heeft gewoon een opdracht verstrekt. En die verwachten wij dus ook dat die gerealiseerd gaan worden. Hoe komt dat dat ingetrokken percentage in vooral dat eerste jaar behoorlijk toenam? En dus ook wel een soort trend leek te zetten van als dat zo doorgaat met dat project, met het aantal projecten dat wordt ingetrokken, dan laat die realisatiepercentage wel heel erg laag uitvallen. De STE die kent twee eikdata. Er is een termijn van 3 jaar waarbinnen dat systeem in gebruik moet zijn genomen. En die data gaan in vanaf het moment dat de beschikking is afgegeven. En daarnaast is er een eis dat er binnen 1 jaar opdracht moet zijn gegeven voor de realisatie van het systeem. Die projecten uit 2014 die zijn zeg maar tot ongeveer april, mei zijn de laatste beschikkingen afgegeven. 2015, dus daar zijn we mee begonnen december 2014 tot en met mei 2015. In dat tijdsbestek is die 883 megawatt piek aan zon-PV beschikkingen afgegeven. Dat betekent dus ook dat 1 jaar na die datum, dus december 2015 tot en met mei 2016, dat die opdrachten moeten zijn gegeven.
Daar sturen we allemaal brieven uit en we helpen iedereen eraan te herinneren van die opdracht moet zijn gegeven. En op dat moment ontstaat er ook inzicht van er zijn projecten waar totaal geen voortgang in zit. Waar mensen ook zelf aangeven wij gaan niet verder met die projecten. Wij willen dat de beschikking wordt ingetrokken. Of wij zien vanuit RVO van nou ja, er is niks gebeurd met die beschikking. Die heeft op de plank gelegen. Er zijn geen concrete afspraken gemaakt. Die projecten trekken we in en dat geld dat komt weer vrij te vallen en kan opnieuw worden ingezet aan duurzame energie in Nederland. Dus vandaar dat je ook ziet dat vooral in dat eerste jaar dat er een duidelijke vrijval is van de projecten die beschikt zijn. En dat betekent ook dat al die andere projecten die niet zijn vrijgevallen, dat we daar correspondentie mee hebben gehad, afspraken mee hebben gemaakt van als die opdracht niet is gegeven, welke stappen zijn er dan wel gezet en hoe realistisch is het dat het project alsnog binnen die 3 jaar wordt gerealiseerd. Of er is gewoon concreet een opdracht te geven. En dat is bij de meeste projecten natuurlijk zo. Dus Robert, vandaar... Robert, kun je in enkele minuten afronden? Ja, ga ik doen. Dank je. Dan ga ik naar de volgende sheet. Toch zien we dat er wel een hoop projecten zijn die niet tot realisatie komen. En wij denken dat dat met name komt doordat die projecten slecht zijn voorbereid. Mensen denken van nou, we gaan eerst SDE aanvragen en vervolgens gaan we wel zien hoe we het project gaan realiseren. En vervolgens wordt bekend van, oh, hij moet wel op een grootverbruikersaansluiting. Wat zou dat dan kosten om mijn aansluiting te verzwaren? En weg gaat het rendement. Vaak zien we ook dat er geen concrete afspraken zijn tussen locatie-eigenaren en de exploitant. En dat is wel een hele belangrijke. We zien heel vaak dat de eigenaren van locaties een document tekenen waarin ze eigenlijk de rechten om SDE aan te vragen weggeven aan een andere partij. Die andere partij, een dakhuurder zeg maar, die vraagt de SDE-subsidie aan. En allerlei rechten en plichten komen dan ook te liggen bij die dakhuurder die de SDE aanvraagt. Vervolgens moeten ze dan met z'n tweeën om tafel om concrete afspraken te maken. En zul je zien dat ze dat de knik in de kabel komt en dat ze er met z'n tweeën niet uitkomen. Nou, en die twee partijen die blijven wel aan elkaar verbonden. Ja, en het project inderdaad dat het vooraf niet goed doordacht is. Mensen denken van ja, we willen wel iets met verduurzaming, onze bedrijfsvoering. We willen wel iets met zonnepanelen gaan doen en vragen de SDE aan. Vervolgens krijgen ze een beschikking en blijft het daarbij, komt de SDE-beschikking op de plank te liggen. Omdat ze natuurlijk ook gewoon met de dagelijkse kost bezig zijn en hun brood aan het verdienen zijn. En daardoor die projecten te lang blijven liggen en niet tot realisatie komen. Wat kan er beter? Duidelijke afspraken maken met de projectpartners. Dus als je wel de rechten van de locatie aan een andere partij geeft, wees er dan bewust van. Maak een afspraak over de vergoeding die je krijgt voor het dak. Weet dat die installatie daar minstens 15, 16 jaar moet blijven liggen. Maak een goede en realistische haalbaarheidsstudie. En wees daarbij realistisch. Dus ga niet voor een te laag rendement. Wat er ook maar iets mis hoeft te gaan. En iets moet iets duurder uitvallen. En het projectrendement valt gewoon weg. En je hebt geen haalbare business case meer. Dan heb je een SDE-beschikking waar je ook niks mee kan. Dus wees realistisch daarin. Nou, en het derde punt heb ik eigenlijk net al benoemd. Dus die sla ik nu even over. De mogelijkheden voor wijzigingen na toekenning. Die zou ik graag willen toelichten, maar het uitgangspunt is uitvoeren zoals is aangevraagd en aanvragen zoals je het wil uitvoeren. En mochten er achteraf situaties ontstaan waardoor dingen toch anders moeten, dan moet dat in algemene zin onvoorzien zijn en niet met voorbedachte raden. Mochten er specifieke vragen over zijn, zou ik zeggen, stel ze in de chat, dan kom ik daar graag zo meteen op terug. Dat was mijn presentatie. Oké, top Robert. Dankjewel voor deze toelichting. Heldere adviezen ook en leerervaringen. Er komen al vragen binnen. Ik zie nu al dat we ze niet allemaal kunnen beantwoorden. Misschien hebben we kort een paar. Eerste vraag die binnenkomt. Zijn de ingetrokken subsidies, die SDE-toekenningen, zijn die verwijderd van de openbare lijst op rvo.nl? Ja,
Dat heb ik nog even nagevraagd. We hebben tegenwoordig interactieve data. Dus dat je op een site kunt, op een kaart kunt inzoomen waar projecten beschikt zijn en of ze gerealiseerd zijn of niet gerealiseerd in ontwikkeling, zeg maar. En wat het bijbehorende subsidiebedrag is, wat die projecten geclaimd hebben. Projecten die zijn ingetrokken, die verdwijnen inderdaad van die kaart. Oké. Andere vraag die wordt gesteld, wat zijn de mogelijkheden voor verlenging van de ingebruiknametermijn? Niet. Nou, in zoverre, wij kunnen het ingebruiknametermijn niet verlengen. Wij zullen een belangenafweging moeten maken op het moment dat dat ingebruiknametermijn voorbij is. En stel dat dat ingebruiknametermijn in november verloopt en ze kunnen het dak niet op omdat het heel hard vriest en het duurt een aantal weken voordat ze verder kunnen met het realiseren van die installatie, zullen wij een belangenafweging moeten maken en zullen wij daarbij ons belang moeten wegen tegenover die van die projectpartner. Nou, in het geval van het vriest en het wordt een paar weken uitgesteld, dan is dat belang van het project, van degene die het project realiseert, veel groter. En dan zullen wij beslissen om die aantal weken niet te handhaven op dat termijn om binnen 3 jaar in gebruik te nemen. Heb je na 3 jaar nog geen project en is er nog niet gestart met de bouw, dan zullen we handhaven en die beschikking gaan intrekken. Heb je al van dit soort curieuze situaties meegemaakt? Projecten die waarop je hebt moeten handhaven en die niet konden worden, waar niet kon worden verlengd? Ja. Met die 2013 projecten bijvoorbeeld, dat die projecten lang stil hadden gelegen. Uiteindelijk heeft degene die ze heeft aangevraagd het wel opgepakt. Die wou het toch realiseren. Die kon uiteindelijk zelf de financiële middelen niet voor elkaar krijgen en heeft het overgedragen aan een andere partij. En die andere partij, die moest eigenlijk toen het hele project nog gaan optuigen. En die kreeg dat binnen die 3-jaarstermijn niet voor elkaar. En dat verzoek hebben we ook afgewezen. En die projecten hebben we ingetrokken. Ja, maar kun je wel projecten overdragen dan aan een andere partner? In principe kun je voor ingebruikname een project niet overdragen naar anderen. Na ingebruikname wel. Ja. Je kunt ons wel verzoek om daar ontheffing op te verlenen. Daar kun je ons toe verzoeken. En om daar enig gevoel bij te geven, mocht daar een verzoek binnenkomen, dan zullen wij er met name op gaan toetsen van degene die de subsidie heeft aangevraagd, heeft hij in eerste instantie, of op het moment dat hij de subsidie heeft aangevraagd, had hij de intentie om zelf het systeem te willen realiseren en zelf de producent te zijn van die installatie. En dat gaandeweg iets is ontstaan, dat hij bijvoorbeeld voor een leaseconstructie heeft gekozen, die zien we vaker. En dat daardoor het project wel verder ongewijzigd uitgevoerd wordt, alleen dat het in een leaseconstructie komt. In dat geval kunnen we meewerken met de overdracht van de subsidieverlening. Maar op het moment dat het ook maar dat het in de sfeer van speculatief, manipulatief handelen met die STE-verleningen komt, dan zullen we daar niet mee instemmen. Ja. Nog even 1 of 2 vragen snel, Robert. Onder welke voorwaarden is een wijziging van de locatie toegestaan? Die staat heel duidelijk op onze site bij de veelgestelde vragen. Ja. En wij kunnen alleen meegaan met een wijziging van de locatie als de oude locatie door een onvoorziene omstandigheid waar de situatie is van overmacht dus niet meer beschikbaar is. Nou, een heel duidelijk voorbeeld, brand. Het gebouw brandt af en het systeem kan daar niet meer gerealiseerd worden. Dan kunnen we uitwijken naar een andere locatie. Maar als je zit met bijvoorbeeld een derde die het dak huurt van die andere partij, dan zullen we ook al gaan we mee met die locatiewijziging, zullen we die twee partijen wel bij elkaar houden. Dus dat betekent dat de gebruiker van de locatie waarop de installatie in eerste instantie gerealiseerd zou worden, ook de eigenaar en de gebruiker van de alternatieve locatie moet zijn. Ja. Oké, helder Robert. Als we straks nog tijd over hebben, dan komen we graag even bij je terug. Want er zijn nog veel meer vragen ingestuurd. Excuses op voorhand aan alle luisteraars dat we ze niet allemaal kunnen behandelen. Hopelijk hebben we daar straks nog tijd voor. Robert, dankjewel. Graag gedaan. Ja, daar ben ik weer. We gaan nu over naar de volgende spreekster en dat is Esther Toenpolle. Esther, kun je mij horen? Ja, ik hoor je. Oké, ik ga jouw presentatie even voortoveren. Welkom.
En, zeg. Esther, je bent er nog? Ja, ik hoor je wel. Ja, nou, de presentatie staat op het scherm, dus je kunt starten met het verhaal. En als het goed is, ik ga even nog even jou de muis geven ter bediening. Dan kun jij ook de sheets nu verder doen met de muis. Ja, inderdaad. Ja, alsjeblieft Esther. Nou, dankjewel. Leuk om hier wat te mogen vertellen over onze ervaringen met het realiseren van SDE-projecten. Ik heb ook een paar punten die ik graag wil aanstippen in deze paar minuten. Kleine intro, wat zien wij als redenen waarom SDE's niet goed worden verder uitontwikkeld. Om een beetje een idee te geven ook van wat komt er allemaal nog bij kijken van het moment dat je een toekenning hebt tot met dat je systeem aan het net zit. Gelukkig, of ik vond het wel leuk om te horen dat er aardig wel dat mensen tegenop zien om hun financiering rond te krijgen voor hun projecten. En wellicht hebben we daar nog een oplossing voor. En wat komt erbij kijken als je een SDE-aanvraag indient om die succesvol te laten zijn? Ben ik nu wel? Ja, nog even snel een klein stukje over Eneco Generation and Storage. Wij zijn het onderdeel binnen Eneco wat eigenlijk de duurzame productiemiddelen ontwikkelt, investeert, exploiteert. In de windenergie, zonne-energie, et cetera. 1 gigawatt aan duurzame capaciteit, dat is toch wel iets om trots op te zijn. We hebben ook van de week een persbericht de deur uit gedaan dat we nu ruim 100 megawatt piek in zon-PV in eigendom hebben over verschillende landen. Trots zijn we natuurlijk op ons Amelandpark, maar ook stadion ADO Den Haag, maar ook bijvoorbeeld zonnepanelen voor grote industriële partijen zoals Kingspan en Wienerberger. Wij zijn echt gericht op het investeren en exploiteren van zonnestroomsystemen, waarbij wij dus eigenlijk laten bouwen op daken van klanten van ons en zo zoveel mogelijk duurzame kilowattuurtjes op het net willen zetten. Wat komen we zoal tegen? Ik denk, hey, die SDE-toekenning ziet er leuk uit, maar in praktijk blijkt die dan toch wat lastiger. Ik zie soms wel eens dat er voor een vermogen is aangevraagd en ook toegekend wat totaal niet op het dak past of op een perceel. Ik heb het hier over daken, maar ook natuurlijk percelen grondoppervlak. Of ik zie grote systemen, maar de beschikbare aansluitcapaciteit is gewoon veel te klein daarvoor. Robert stipt het ook al even aan, dan moet de aansluiting verzwaard worden. Dat kost een hoop geld, ook in de exploitatie, waardoor je business case voor de klant eigenlijk teniet wordt gedaan. Ik zie ook wel eens dat er 500 kilowatt op een dak wat prachtig past, maar dat de klant slechts 100.000 kilowattuur aan stroom verbruikt. Dus hij zal een groot deel gaan terugleveren. Wat doorgaans economisch wat ongunstig uitpakt. Nou, draagkracht van het dak of de staat van het dak. Esther, kun jij ons horen? Wij horen jou niet meer. Misschien gaat er iets mis met de microfoonaansluiting. Hallo Esther. Ik was tegen dat er in het voortraject vrij makkelijk is gedacht over het installeren en het onderhouden van een systeem. Wat in praktijk blijkt dat om veilig te kunnen werken toch wel wat aanvullende, toch kostbare maatregelen nodig zijn. Nou, het werd ook al eerder gezegd, het is niet een core business van klanten. Partijen vragen SDE aan, krijgen een toekenning en gaan over op hun usual business. En vergeten eigenlijk dat zij zo'n mooie kostbare SDE-toekenning in handen hebben. Waar wij natuurlijk best jaloers op kunnen zijn. Mensen schatten niet goed in een termijn van zonne-energie. Daar moet je echt een lange look-out voor hebben. Van oh, dit ga ik even in 5 jaar, zus en zo. Er zijn een hoop dingen die wij tegenkomen. Mensen die niet zo goed weten waar ze aan beginnen. Of inderdaad hun SD aan een ander hebben vergeven waar ze zich niet goed gerealiseerd hebben wat dat nou precies betekent. En nou ja, dat voorbeeld werd ook al even door Robert aangehaald.
Er zijn natuurlijk ook steeds meer lokale stakeholders die een steeds sterkere rol gaan spelen. Als Eneco kennen we dat natuurlijk in de windenergie. Zon heeft altijd het imago gehad en heeft het nog lief, aardig, sexy, de aardige techniek waar niemand last van heeft. Maar ook daar komen er wel geluiden voor zonneparken dat mensen daar niet zo blij mee zijn. Wat heeft het nou? Eigenlijk heeft het tot gevolg dat een in eerste instantie voorgeschotelde business case toch behoorlijk wat aan de opportunistische kant blijkt te zijn. Waardoor men van het sentiment van, oh, zonne-energie, daar ga ik een paar leuke cent mee verdienen. Eigenlijk omslaat van, oh, zonne-energie, potverdikkie, dat is toch wel duur en het gaat me geld kosten. Laat maar zitten. Ja, dat vind ik jammer, want er zijn ook partijen die misgrijpen op de SDE, die wel degelijk zeer serieus geïnteresseerd zijn en die daardoor niet aan bod komen. Naar de volgende. Ja. Nou, wat komt er nou allemaal op je af als je een SDE-toekenning hebt? Ja. Het is belangrijk, die dakstabiliteit. Het moet natuurlijk wel gewoon, het dak moet het kunnen dragen. Laat dat echt door een constructeur doorrekenen. Dat kost een paar weken tijd. Het kost ook wat centjes. Maar niemand zit erop te wachten dat er iets met het dak gebeurt vanwege de zonnepanelen. Dat zou, dat moet ten alle tijde vermeden worden. Vergunning, voor veldopstellingen heb je die natuurlijk al nodig en soms voor dakopstellingen ook voordat je SDE krijgt, maar soms veranderen zaken heb je hem ook achteraf nodig. Ook dat kost tijd, kost moeite en ook wat centen. De netbeheerder, stel je hebt inderdaad je eigen nieuwe netkoppeling nodig, voordat je boven water hebt wat die precies kost en helemaal voordat die gerealiseerd is, dat kan echt wel, dat heb ik later in het onderaan staan. Als jij een netkoppeling even wil aanvragen voor 50 megawatt park, die is niet morgen gerealiseerd door je netbeheerder. Hou daar rekening mee. Ga je terugleveren, dan heb je met je huidige energieleverancier te maken, want die zal toch iets met die teruggeleverde zonnestroom moeten doen. Daar zul je ook afspraken over moeten maken. Wie ga je laten bouwen? Ik kan me voorstellen als je, ik noem maar wat, 100 kilowatt wilt laten bouwen en je hebt een leuke huisinstallateur die dit ook kan, dan is dat snel beslecht. Maar stel je wil een paar megawatt bouwen en je valt onder een aanbestedingstraject, dan ben je daar even zoet mee. Het zoeken van de juiste financiering, wat ga je doen? Trek je de eigen portemonnee? Ga je geld lenen? Wil je het crowdfunden? Dat kost tijd, dat kost moeite. Ik denk ook dat het een van de dingen is waar je ook vooraf goed over moet nadenken. Met wie moet je allemaal contracten sluiten? Leg het boeltje netjes vast. Het is een lange termijn behaal. Je SDE krijg je 15 jaar. Je wilt gewoon met die zonnepanelen gewoon jaren vooruit. En het is belangrijk om hier goede afspraken vast te leggen. Waar je ook echt in jaar 6 nog op kunt vertrouwen. Het leukste deel is natuurlijk het bouwen van het PV-systeem zelf. Als je dat zo ziet, dan al die andere dingen kosten maanden tijd. En het bouwen, dat knipper je twee keer met je ogen en dan staat het, zie ik soms. Dat gaat dan relatief vrij snel. En dat systeem moet zich natuurlijk ook wel eventjes nog bewijzen. Er moeten 1 of 2 zomers overheen, dat je zeker weet dat alles netjes is ontworpen, netjes is geïnstalleerd. We zijn je kwijt. Wat kan ik doen? Je wil de volgende sheet, Esther? Oh, nee. Oh, hoor je me nu weer? Ja, ik hoor jou. Wil je de volgende sheet? Ik ben hier doorheen gelopen, maar ik weet niet, bij hemeltje niet wie wat heeft gehoord. Iedereen kan jou horen. Dus dat is mooi. de volgende. Oh. Eentje terug. Er was inderdaad dus er blijkt behoefte te zijn aan op welke manier kun je nou een PV-systeem financieren? Het maakt best wel verschil natuurlijk of het om 15 kilowatt 20.000 euro gaat of om megawatten waarin het in de miljoenen loopt. Je kunt ervoor uiteraard naar een bank. En daar kun je een lening afsluiten.
Wees er wel bewust mee dat wat je nu leent, je natuurlijk niet voor je bedrijfseigen activiteiten meer kunt lenen. Dus let op. Je kunt het leasen, waarbij dus een ander die investering voor zijn rekening neemt. En de klant of de zongebruiker zonnestroom afneemt in bijvoorbeeld een operational lease constructie. Je kunt ook een crowdfundingsactie op touw zetten, een charmant initiatief. Kost wat tijd, kost wat moeite, maar heeft wel een sterk maatschappelijke kracht. Een andere manier is wel zelf te investeren en daarna het wederom te verkopen en terug te leasen. Een vrij ook boekhoudkundige constructie. Daar ben ik niet helemaal in thuis, moet ik bekennen, maar dat zijn wel... dingen die ook bijvoorbeeld in het vastgoed vrij vaak gebeuren. Een leningen zijn soms voor juist hele grote bedragen wel goed verkrijgbaar. En voor kleinere bedragen niet. Sommige dingen duren tijd. Ben je ook kredietwaardig genoeg om een lening überhaupt te kunnen krijgen? Welke rendementen hou je rekening en waar wil je afhankelijk voor zijn? Zoals misschien meerdere van jullie weten, is Eneco heeft zich toegespitst op het leasen van zonnepanelen. Dus het is echt een operational lease, dus het legt geen beslag op de waardigheid van de klant. Klanten hoeven dus ook niet te investeren. Het is eigenlijk net als het leasen van je auto. Is er iets aan de hand, dan is het voor rekening van de garage. Dus Eneco zal het systeem gedurende de looptijd, bijvoorbeeld 15 jaar, is Eneco verantwoordelijk dat het systeem optimaal draait en ook alle onderhoud die daarvoor benodigd is. Daarmee weet een klant natuurlijk ook waar die aan toe is 15 jaar lang en heeft daarvoor een stukje zekerheid. En het blijft inderdaad zichtbare verduurzaming, dus je kunt je daar als klant ook prima mee profileren. Ook bijvoorbeeld de GVO's, de groencertificaten die ermee worden geproduceerd, komen volledig ten goede aan de klant. Bezint eerst begint. Als je dus een SDE-aanvraag wilt indienen, informeer goed. Spreek met anderen hoe en wat. Bedenk goed waarom je zonne-energie wil. Die motivatie heeft vaak tot gevolg dat je bepaalde keuzes maakt. Inderdaad, wees realistisch. Dat zie ik vaak, dat er veel te opportunistisch is aangevraagd. Het realiseren van zonne-energieprojecten vergt een hoop doorzettingsvermogen. Het is niet gelukkig niet voor watjes. Je zult ook echt op tijd moeten beginnen. Dit soort dingen regel je niet even in een weekje. Nogmaals, het is natuurlijk geen core business voor bedrijven. Je regelt gewoon een stuk van je eigen energievoorziening, terwijl je eigenlijk normaal gesproken dakpannen produceert, wat iets heel anders is. Je moet daar echt wel even iemand apart voor aanwijzen om dat op te... Esther, ben je er nog? Want je stem valt even weg. Er is mogelijk iets mis met de internetverbinding. Esther, ben je er nog? Kun je mij horen? Zo niet. Dan kijk even of daar nog een sheet was. Dit was een beetje mijn verhaal. Esther, je kunt mij horen? Ja, de laatste woorden zijn een beetje weggevallen. Ik had even je laatste sheet voorgetoverd. De laatste woorden waren geef niet op. Nou, dat doe jij niet. Dat doe jij in ieder geval niet, want je bent weer terug. Ja, gewoon doorgaan. Ja. Gezien is dat een mooie conclusie om mee af te sluiten. Ik zie dat er een enkele vraag is binnengekomen. Dankjewel Esther voor je verhaal. Concrete vraag die hier binnenkomt is, je gaf aan dat terugleveren niet interessant is. En heeft Eneco, is de vraag dan... geen baat bij de teruglevering. En wat geeft Eneco voor een teruggeleverde kilowatturen? Kun je daar iets over zeggen? Dat is inderdaad... Op het moment is zo dat je dus... als je klant bent bij Eneco, dan moet je eigenlijk je zonnestroom ook terugverkopen aan Eneco. Of je moet in ieder geval... Je zonnestroom kun je nu alleen maar terugverkopen aan degene waar je ook
je afname hebt. Dat gaat veranderen op termijn. Eneco koopt die zonnestroom graag in. We hebben er ook commerciële condities voor. Het is wat lastig om dit helemaal vast te leggen voor een paar duizend kilowattuur. In de grote getallen kunnen we daar inderdaad ook iets mee weer richting andere klanten. Ik zie het bijvoorbeeld op een bedrijventerrein wat als geheel duurzaam wil worden. Het ene bedrijf heeft een heel groot dak, terwijl het andere dat niet heeft. En zo kun je toch onderling de duurzame energie uitwisselen. Dat faciliteren jullie? Ja, ja. Het moet wel een klein beetje om getallen gaan. Het is best wel een er zit wat handling aan. Je moet ook contracten sluiten hiervoor. Maar daar zijn afspraken over te maken. Ja, kun je iets zeggen over de opbrengstprijs voor teruggeleverde kilowatturen? De waarde bedoel je, hoeveel cent het oplevert? Ja. Oh ja, dan moet ik voor mijn collega's van Trade gaan praten. Dat vind ik wat lastig om te zeggen. Ik weet dat er een stukje wordt weggestreept tot een bepaald maximum. Dus koop je hem in voor 4 cent, dan krijg je er ook 4 cent voor terug. Maar daar zijn limieten aan. Je moet ongeveer aan APX niveau denken. Oké, helder. Andere vraag die binnenkwam, jij memoreerde ook in het begin van je presentatie over het gecontracteerd transportvermogen, dat een drempel is. En hier wordt gevraagd, is dit relevant, het gecontracteerd transportvermogen? Zonnestroom mag zonder kosten teruggeleverd worden. Ik moet zeggen dat ik daar niet eenduidig antwoord van de netbeheerders op krijg. Stel je voor, een klant heeft gecontracteerd vermogen van 115 kilowatt, maar die gaat er 300 kilowatt systeem neerzetten. Ik krijg altijd te horen dat dat gecontracteerd vermogen omhoog moet en hij dus ook per maand, per kilowatt, extra geld aan de netbeheerder moet betalen. Ik moet zeggen dat het laatste woord daar nog niet over gezegd is, maar tot nu toe krijg ik dat iedere keer van de netbeheerders te horen. Dus ik ben daar voorzichtig mee. Ja, des te meer reden dus om bij de dimensionering van je systeem met dat soort elementen rekening te houden. Als het vermogen zeker hoger is dan dat van wat je zelf gebruikt. Ja, en dat is ook een van de lastigste vragen altijd. Het is een van mijn eerste vragen aan de klant. Wat voor aansluitcapaciteit heb je en wat voor gecontracteerd transportvermogen? Nou, dan klapperen alle oortjes, want dan weten ze natuurlijk niet hoe en wat. Dus dat is best wel een dingetje. Ja. Andere vraag. Waar zijn jullie op uit? Wat zoeken jullie? Jullie willen klanten hebben die operational lease constructie willen afnemen. Is dat kort gezegd wat jullie ambitie is? Daar zit wel wat. Ja, ik kan in een operational lease constructie eigenlijk zonnestroom leveren aan klanten die heel goed concurreert met stroom die ze nu, de kosten voor stroom die ze nu betalen uit stopcontact. Dat lukt mij niet voor een 15 kilowatt systeem. Er zijn wat ondergrenzen aan, omdat je bepaalde vaste kosten, zoals het vestigen van een rechteropstal, je bruto productiemeter, et cetera, je hebt wel een beetje volume nodig. Dus de ondergrens ligt hier rond de 200, 250 kilowatt. Uitzonderingen daar gelaten. Maar wij zoeken inderdaad klanten die graag willen verduurzamen en dat met zon willen doen en daar eigenlijk niet hun centjes voor in willen zetten. Maar toch van de duurzame uitstraling gebruik willen maken. Ja. En dit graag met samen met een partij doen die ze daarin eigenlijk volledig ontzorgt en 15 jaar lang een sterk partner kan zijn. Dat sluit mooi aan, een bruggetje naar de vraag die binnenkomt die zegt 15 jaar lease met Eneco en dan wat? Wat gebeurt er na die 15 jaar met het systeem? En wie garandeert dat het systeem na die 15 jaar nog goed operationeel kan zijn? Die 15 jaar, overigens is de contractduur is bespreekbaar. We zien vaak 15 jaar, die gelijk wordt getrokken met de SDE. Het kan ook korter, is economisch niet zo handig. Maar soms heb ik wel eens een situatie van, we huren nog maar 10 jaar, ik wil het maximaal 10 jaar. Het kan ook wat langer, tot een maximum van ongeveer 18 jaar. Omdat wij specifiek een operational lease aanbieden, aan het eind, tot en met jaar 15, wij geven ook garanties hoeveel dat systeem gaat opwekken. Dus het is mij, zowel voor de FDE, maar ook voor de klant, aangelegen om het systeem 15 jaar lang optimaal te laten draaien. Dus wij zullen daarin blijven investeren.
aan het einde van, van de contractduur zijn er eigenlijk drie mogelijkheden. Sluiten een nieuw contract onder nieuwe condities, het systeem blijft liggen. We zijn klaar met elkaar, of om wat voor reden dan ook, dan halen wij het systeem kosteloos weg. En de derde optie is inderdaad dat de klant het systeem, of eigenaar wordt van het systeem. En de waarde op dat moment is heel lastig te bepalen. Als u daarin zet, wij hebben het systeem afgeschreven, dus voor ons, voor mij mag die over voor 1 euro. Als ik dat doe, wordt het niet meer een operational lease, maar dan wordt het een financial lease, met alle gevolgen van dien. Dus formeel zetten wij in de contracten dat dat een tegen dan geldende marktwaarde is, dat de klant het kan overnemen. Dus okay. Ik vind het heel lastig, want om daar, ja, het liefste zou ik een aantal euro's gewoon willen neerzetten, weet iedereen waar die aan toe is. Er staat overigens wel in dit contract wat het einde jaar 14 de overnamesom is, en ook einde jaar 13, alle jaren staan erin. Dus het zal lager zijn dan einde jaar 14, maar ik kan nog geen getal noemen op einde jaar 15, want dan is het geen operational lease meer. Oké. Esther, super bedankt. Helder antwoorden. Dankjewel voor je presentatie. En blijf nog even hangen. Misschien hebben we dadelijk nog wat tijd voor wat meer vragen. Ja. Dankjewel. Dan ga ik even naar mijn collega kijken of we een poll question op het scherm kunnen toveren. Gaat dat lukken? Ja. Dan allemaal het vriendelijke verzoek om weer even te gaan stemmen. Hoe gaat u de investering in het zonnestroomsysteem organiseren? Het is een close race tussen eigen geld en met externe financiering. We wachten even tot er nog wat meer antwoorden binnen zijn gekomen. Ondertussen ga ik de volgende sprekerpresentatie op het scherm toveren. En dan kijk ik even naar mijn collega of de stemmen geteld zijn. Nog enkele seconden, dan komen nog wat laatste stemmen binnen. Voordat we de stemhokjes sluiten. En dan kunnen we nu de resultaten op het scherm toveren. Waarbij het dus toch blijkt dat met externe financiering bijna de helft van de projecten wordt gefinancierd. Maar een heel klein gedeelte eigenlijk met crowdfunding of op een andere manier. En een derde deel met eigen geld. Dat is een heel mooi bruggetje naar de volgende spreker. Ik ga nu welkom heten Marius Groeneberg. Even kijken of ik hem aan de praat kan krijgen in het webinar. Marius, kun je mij horen? Ja, heel goed. Horen jullie mij ook? En ja, als het goed is wel. Ja, dan ga ik nog eventjes jou de controle voor over de muis geven. En als het goed is, kun jij nu ook de presentatie bedienen, Marius. En dan geef ik je graag het woord om jouw verhaal af te steken. Ga je gang. Ja, dankjewel. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Marius Groeneberg, ik ben werkzaam voor Triodosbank, Team Energy and Climate en verantwoordelijk voor het financieren van duurzame energie in Nederland. En dat is met name wind en zon en WKO-installaties en energiebesparing. Ik zie dat ik nog 4 minuten heb tot 5 uur, maar ik zal kijken of ik het wat sneller kan doorgaan met mijn sheets. Even kijken of hij het doet. Ja, oh, dat gaat te snel. Ja, even heel kort over Triodos. We zijn een duurzame bank, een Europese duurzame bank met verschillende vestigingen in Europa. Sinds een jaar of 30 al actief in de duurzame energie. Als je kijkt naar wat we tot dusver binnen Europa hebben gedaan, is dat ruim 6 miljard aan financieringen aan verschillende projecten, waarvan 50% in de duurzame energie. En als je daar uitzoomt, dan is dat in het Nederlandse gedeelte is dat bijna 30%. Daarvan is een fors deel windenergie, maar een runner-up in de techniek is zonne-energie. We doen al sinds een jaar of 6-7 financieren wij zonne-energieprojecten, met name portfolio-projecten. Die zijn verdeeld over verschillende kleinere projecten en die door ontwikkelaars bij ons zijn ondergebracht. Op dit moment zit dat op 15-18% aandeel van het totaal. En de verwachting is, zeker met de SDE van dit jaar, dat het verder zal gaan groeien. En we hebben ons echt ook ons ingezet om dat verder te ondersteunen met financieringen. Dus in die zin was ik wel wat verbaasd over dat de financiering juist het obstakel bleek te zijn van projecten.
Ik kan ook niet spreken voor de andere banken, maar ja, wat wij zien en wat op bij ons wordt aangebracht, aangeleverd, komt toch vaak ook wel tot een financiering. Desalniettemin gaat ook heel veel dingen niet door. Ik kan spreken over wat bij ons binnenkomt, wat wij zien en wat soms niet tot een succes wordt. Kan ik aangeven wat daarvan de redenen zijn. Even kijken, ja, hier heb ik hem. Ja, wat we veel zien is dat zeker het begin van de SDE's, en dan praat je over 2008 en ook wel later, dat er vrij veel kleinere projecten waren die door de dakeigenaren werden aangeleverd. Vaak waren er ook geen klanten van Triodos. Dus er zijn eigenlijk mensen met een pand, een groot dak, en die komen bij ons voor financiering. En dan zie je dat het voor hun toch wel anders is dan een kernactiviteit. Dat kan een transportbedrijf zijn of een fabrikant van een product. En ja, dan merk je vaak dat het te licht over wordt gedacht dat zon er wel bij kan. En dan, ja, dan kom je al gauw tot het professionele van het plan, is dat voldoende of niet. Tweede is ook dat de systemen destijds, nu is het anders maar goed, in het afgelopen jaar waren ze vaak klein. En dan praat je over 100 kilowatt piek tot 500 kilowatt piek. Die zijn toch wel wat kleiner. Om daar projectfinanciering voor op te tuigen. Want projectfinanciering kost ook wel geld. Je moet contracten moet je opstellen. Je moet notarieel dingen vastleggen. En dat is naarmate het systeem kleiner is, drukt dat zwaarder op de begroting dan wanneer ze groter zijn. Dat leidt ook vaak dat bedrijven zeggen, ja, als het te duur is, dan, ja, dan zie ik ervan af. Vaak zie je ook wel dat mensen toch niet gewend zijn om als zonneproject voor langere termijn te financieren. Het vergt ook wel veel verplichtingen aan de financier. In het geval dat wij het financieren, dan betekent dat je vaak een tweede bank bent voor dat bedrijf. Dat betekent toch wel dat de huisbank rekening mee moet houden met het feit dat wij het project financieren. Het vraagt ook wel wat ruimte in de financierscapaciteit van het bedrijf. Ja, dat zijn vaak ook wel redenen om te zeggen, ja, dan doe ik het niet. Of ik zie er vanaf. De vierde is wat we ook tegenkomen, dat is meer vanuit meer buiten onze invloedssfeer, maar dat is wel wat de technische beperking. Die is al aangestipt, dus ik zal het niet te lang benoemen. Maar vaak is het dak onvoldoende geschikt. De kwaliteit is niet goed. De draagkracht is onvoldoende. Omvang is te klein. De aansluiting op het net is onvoldoende. Dat vraagt dan weer investeringen. Dak verzwaren kost veel geld, net versterken kost geld. Ja, dan loont het al niet meer om een project dan alsnog te gaan realiseren. Wat we ook hebben gezien is bij bedrijven die onderdeel zijn van een internationale groep, waarvan de holding in het buitenland zit, dat er vaak op andere wijze wordt gekeken naar dit soort investeringen. Ze vragen soms een terugverdientijd van 2-3 jaar. Ja, voor zon is dat gewoon niet reëel en dat moet je denk ik ook niet willen. Zon vraagt gewoon langere termijn visie, want energie heb je niet voor 3 jaar nodig, maar voor de hele levensduur van een bedrijf. Dus waarom zou je zo'n korte terugverdientijd hanteren? Maar met name bij bedrijven die een internationaal holding hebben, wordt het vaak wel gesteld en dan strandt het al vaak op de tekentafel, om zo te zeggen. Dus als je kijkt naar de financierbaarheid van de projecten, zodra het bij ons komt, misschien zijn dat dan wel de projecten die wat beter zijn uitgedacht, maar die zijn vaak wel financierbaar. Waar het op strand is ook wel dat het onvoldoende doordacht is. Dus deze punten, maar ook onvoldoende doordacht, is het project echt technisch haalbaar, maar is het ook financieel haalbaar. Dus, en dan merk je dat als het onvoldoende deel uitmaakt van een bedrijf, dus het wordt erbij gedaan, dat we dan gauw zeggen van dan stop ik ermee. Hoe krijg je het dan wel voor elkaar? Wat ons betreft denk ik dat men goed moet nadenken of een project, is het financierbaar als een stand-alone project. Ik bedoel daarmee dat je dan per dak een financiering kunt krijgen. Daarmee zul je al wel een wat groter project moeten hebben om het financierbaar te krijgen. Wat ik net zei over de kleinere projecten waar de kosten langer of zwaarder dragen dan de grotere. Of zul je het in portefeuille moeten onderbrengen. Ja, dan moet je als dak-eigenaar bereid zijn om te zeggen, ik hoef niet per se het project te bezitten.
Maar ik wil het overdragen aan een ervaren ontwikkelaar, partij die veel projecten in portfolio heeft, om het daar onder te brengen. En ik koop de stroom, of neem de stroom af van die partij. En ik spreek af dat ik na 15 jaar eigenaar word of het systeem overneem. En dan is het, ja, is de financiering eraf. En dan praat je alleen nog over een productiemiddel om je energie, zelf je energie te produceren. Voordeel voor in ieder geval voor ons als bank is dat je in gesprek met één partij die meerdere projecten heeft. Daarmee is het ook wat meer gespreid. Je hebt vaak te maken met een professionele club die gewend is om projecten te bouwen en te onderhouden. En je kunt de projecten die wat minder presteren compenseren met de betere projecten. Dus je hebt gewoon op portfolio niveau een gemiddelde wat als het goed is beter is te financieren dan de afzonderlijke projecten los van elkaar. Tweede is een wat we ook zien wel zijn dat documenten, contracten die worden afgesloten niet altijd bankable zijn. Dus daar bedoel ik mee dat ze dat voor een bank lastig is om daar iets mee te kunnen. Vaak is het al dat men een aantal maanden bezig is om dat te onderhandelen. En dan komen ze bij ons van nou, dit moet het dan zijn. Dus ja, stem vooraf goed af om bij een bank van ja, is dit een project, een contract, bijvoorbeeld een EPC of een O&M contract of een opstapcontract met de gebruiker of met jezelf of met een met de afnemer van de stroom, bijvoorbeeld Eneco, is dat een contract wat financierbaar is. Om te voorkomen dat je weer terug moet en weer opnieuw de onderhandelingen in moet gaan. Het derde punt is, bespreektijdig dat de bank die het financiert, als ik voor mezelf spreek, als wij een project financieren op een dak wat is gefinancierd door een andere bank, betekent dat wij, willen wij vat hebben op dat project, want wij financieren alleen dat project, dan wil je een hypotheek op het recht van opstal. Dat betekent dat de bank, de huisbank, moet accepteren dat een tweede bank, Triodos, ook een recht heeft in het geval als het fout gaat dat wij vat kunnen hebben, dus dat wij onze invloed kunnen blijven uitoefenen op het project. Dat heeft in een aantal gevallen wel geleid tot een lange discussie met die bank. Soms willen ze het ook niet. Vaak in veel gevallen waren het buitenlandse banken die het niet willen. En ook een aantal gevallen is het niet doorgegaan. En is het project uiteindelijk ingetrokken. En dat is natuurlijk zonde, want het gaat vaak wel om grote projecten. Dus hou er rekening mee, een stem vooraf tijdig met de bank, kondig het aan dat dit gaat komen. En inmiddels zijn we ook wel met een aantal banken in gesprek om dat onderling goed te regelen. Want uiteindelijk zullen heel veel projecten ook toch op daken komen. En dan moet je rekening mee houden dat er dan ook een bank die het financiert zijn positie wil veiligstellen. Het vierde punt is, dat is ook al genoemd, de netafsluiting. We merken ook dat heel veel projecten al klaar zijn en vervolgens moet de netafsluiting nog worden gerealiseerd. En dan blijkt dat dat nog niet is gedaan of nog een aantal maanden duurt. Ook een aantal gevallen is het helemaal niet gerealiseerd. Dus dat betekent dat die nog niet zijn aangesloten op het net, dus nog niet bij CTQ. Dus ik denk dat een aantal het percentage wat de RWO noemde, dat nog wel omhoog gaat de komende tijd. Maar het heeft wel gezorgd voor vertraging. Niet zozeer voor afstel, hè, want ze zijn al gebouwd of ze zijn getekend. Maar ik denk dat het ook wel heeft, dit wel een reden is dat veel projecten nog niet zichtbaar zijn bij RWO, dat ze al op het net zijn. Een ander punt is ook wel, gebruik een goed design. Dus de samenstelling van panelen, omvormers en het alle andere onderdelen die nodig zijn om een goed systeem te bouwen. Bespaar niet op kwaliteit, maar zorg ervoor dat je een goed, kwalitatief goed systeem hebt wat 15 jaar lang het kan uithouden. En ook EPC en O&M contracten die ook goed zijn, ook zekerheid bieden dat 15 jaar lang het systeem kan blijven draaien. Ik zeg altijd van je kunt beter een hogere investering hebben en lagere kosten. Want op zich is zo'n hermeel niet zo heel erg complex. En er zijn weinig draaiende delen. Dus investeer zeker als je zelf een systeem bouwt en eigendom hebt. Gewoon in goede kwaliteit. En daardoor worden de kosten ook lager. Even kijken, ik denk dat ik het al het meeste nu heb gezegd. Ik denk dat, misschien ook goed om nog even aan te stippen dat wil je een project inbrengen bij een bank, hè, dus indienen bij een bank, en,
en probeer het zelf doen, ja, bereid je goed voor. Zorg ervoor dat je een goed bedrijfsplan hebt, een projectplan, die rekening houdt ook met de wensen van de bank. Voor wat betreft het financieren van een project, projectfinanciering. En ja, schakel ook een adviseur in die je daarbij kan helpen. En dat lijkt je misschien wel kosten die je wil uitgeven, maar uiteindelijk gaat het erom dat je financiering wil. En dat de projectplan zodanig is geschreven dat de bank eigenlijk maar, ja, bij wijze van spreken ja hoeft te zeggen. En dat bespaart je veel tijd en ook veel geld. En daarmee wordt de kans verslagen voor een financiering, waar ik toch heb gezien dat het toch een obstakel is geweest, wordt groter. En ja, ik vind het ook goed om te zien dat men nog steeds wel naar externe financiering wil. Dus dat, ja, dat is zeker wel een belangrijke voorwaarde naast het feit dat je technisch een goed systeem moet hebben en ook bewezen en goede partijen die het kunnen bouwen. Ik denk dat ik het hierbij, als ik naar de klok kijk, bij kan laten. Misschien zijn er nog vragen. Marius, ik zie dat je nog één sheet over had. Als je, ik weet niet of je daar snel nog doorheen wil lopen. Nou, dat is de disclaimer volgens mij, dus die is niet zo. Dit is het meeste wat ik kon zeggen. Ja. Oké, nou dankjewel, helder verhaal. Komen vragen binnen. Dat is mooi om te zien. Een heel korte vraag, misschien simpele voor de hand liggend. Maar wat is de minimale projectgrootte voor jullie om een project financierbaar te maken? Ja, nou, wij zijn bezig met de ontwikkeling van een product voor kleinere systemen. En dat is om het heel lean en mean te houden. Dus voor ons is, we hebben net zoveel tijd nodig voor een systeem van 100 kilowatt piek dan voor 10 megawatt, om zo te zeggen. Dus we proberen voor de kleine projecten een standaard product te ontwikkelen. Die is weliswaar heel gestandardiseerd. En dat is een invoeroefening van AVI's, maar daarmee kunnen we redelijk snel projecten financieren. Maar voor wat betreft het los stand-alone, dan praten we over minimaal 2 megawatt. En die financiering van onderbij de, ja, rond de 1,5, 2 miljoen minimaal. Ik denk eerder 2 miljoen op dit moment. En dan praat je over een systeem van iets meer dan 2 megawatt. Hoeveel is jullie aandeel dan? Hoeveel is de leverage? Ook vanaf, ik zie toch wel dat ik nog een site over had trouwens, sorry. Maar de leverage, dat is tussen de 10-15%. Afhankelijk van de performance van het systeem, hè, hoeveel produceert het systeem, wat is de cashflow. Maar gemiddeld gezien zou je rond de 15% eigen vermogen kunnen uitkomen en 85% bank. En het eigen vermogen mag bij ons betreft bestaan uit crowdfunding of andere vermogensverschaffers. Dus daar zijn we ook al naar aan het kijken. Kijk je verder naar looptijden, dus dat is, we kijken naar de SDE is 15 jaar, dus we kunnen 15 jaar financieren. En een aflossing, dat hangt er vanaf, maar dat kan lineair, annuitair, dus het is echt wel maatwerk, dus ik kan nu niet zeggen van dat is het, maar het varieert een beetje van de kwaliteit van het project en ook waar het staat. Hè? Dus als je aan de kust, dan heb je meer zon dan als je aan de Duitse grens zit. Dus daar zit ook wel verschil in. Helder. En je noemde het al eventjes snel. Jullie financieren alleen op het project. Ja, ja. Ja, omdat in de meeste gevallen is dat als je een dak hebt, dat de dakeigenaar is vaak een bedrijf. En eerlijk gezegd financiert hij niet zo vaak. De kans dat hij ons financiert is niet zo groot. We zijn natuurlijk een andere bank dan een andere bank. Dus dat betekent dat wij vaak zeggen, het project zelf willen we financieren. En wat eronder zit, dat blijft gewoon bij de huisbank. Dat hoeft ook niet per se bij ons te zijn. Maar dat betekent wel dat wij het ergens als projectfinanciering willen optuigen. Met alle kosten en verplichting daarbij horend. Dus het moet wel enige body hebben. En dat bedoel ik mee dat je toch wel meerdere megawatts moet hebben, wil het interessant zijn om het stand-alone te doen. Ja, en het onderpand, want en wie gaat de garantie staan dan? Het onderpand is het systeem zelf, dus een verbandje, maar je wil ook wat je wil altijd bij het systeem kunnen komen. Dus je hebt een recht van overpad, recht van opstal. En daar willen wij als financier dan een hypotheek op. Dat zijn zakelijke rechten wat je kunt een hypotheek op kunt krijgen. En daarmee is onze positie voldoende gedekt. Overigens is het wel zo dat wij stand-alone op één dak niet zo heel veel hebben gedaan. We doen meestal een portfolio. Dat is ook het meest gebruikelijk, ook het meest handig voor veel bedrijven. Omdat je dan toch volledig wordt ontzorgd. En één partij draagt de zorg voor om het te bouwen, onderhouden en de financiering te regelen.
En dat is vaak veel goedkoper en scherper, met scherpe tarieven dan wanneer je het alleen aanbiedt bij een bank. Ja. Het rentepercentage, hangt dat nog af van de grootte van het project? Dat hangt wel enigszins samen met de grootte van het project, maar eerlijk gezegd de marktrente is nu lager. Hè. De markt is natuurlijk naar beneden. Er zijn ook meer banken actief. Dus ik denk dat het voor heel veel mensen die plannen hebben voor zonneproject een interessante tijd is. Maar het is wel zo van een financiering van 100.000 euro is wel ietsje duurder dan een financiering van 10 miljoen euro. Moet er altijd een project BV worden opgezet voor de financiering, voor de projectfinanciering? Dat is verreweg denk ik ook wel wenselijk. Zeker als je het dak, of in ieder geval het project afzonderlijk wil financieren, zou ik adviseren om daar een afzonderlijke entiteit voor op te richten. Je kunt ook wel zeggen, je doet het binnen dezelfde BV als waar mijn bedrijfsactiviteit zit, maar dan krijg je wel een hele sterke vermenging met twee verschillende banken en zekerheden. En ik denk dat je dat niet moet willen. Dus ik zou het echt wel adviseren om het afzonderlijk in een aparte BV of entiteit onder te brengen. Ja, helder. Je zegt dus dat jullie bezig zijn met die meer standaardisatie van documenten. Wat voor projectgroottes kunnen dan in aanmerking komen? Nou, ik denk dat je dan vanaf een 2,5 ton tot een 1,5, 2 miljoen moet denken. Dat je die wat makkelijker kunt financieren. En dat is misschien wat strakke keurs lijkt. Maar goed, we kunnen dan sneller acteren. De klant weet zelf sneller waar hij aan toe is. En het vergt ook minder werk aan ons kant, maar ook aan de klant van de projecten. En wij hopen dat later dit jaar te kunnen afronden. En dat zal denk ik wel voor kleine projecten kunnen helpen om, als je toch zelf wil bezitten, hè, als je in eigendom wil hebben, maar wil financieren, dat het wat makkelijker gefinancierd kan worden. Ja, kijken jullie of toetsen jullie nog de kredietwaardigheid van de sponsor? Ja, als de sponsor, zo'n dakeigenaar, die moet toch de rekening betalen. Dat is zeker wel een onderdeel van onze analyse. Dus dat is, in sommige gevallen heeft het misschien ook geleid tot dat we niet kunnen krijgen van de financiering. Omdat de hele leencapaciteit voor de huisbank is. Dus je moet goed kijken van nogmaals, kan ik het niet beter uitbesteden aan de partij die dat met meerdere portfolio's dat risico kan spreiden? Of wil ik een 1-op-1 verhouding? Ja, dan zullen we toch wel meer kijken naar de kredietwaardigheid van de afnemer van de stromen. Dat is dan in dit geval zou het dak eigenlijk zijn. Ja. Oké, helder. Ondertussen, dankjewel Marius. Ik zie dat er nog een aanvullende opmerking binnenkomt van Asset Zoenpollen, dat ze het volgende kan bevestigen van Stedin, dat de teruggeleverde energie geen invloed heeft op het gecontracteerde vermogen, waarvan akte. Ik denk dat we de meeste vragen wel behandeld hebben. Ik wil alle sprekers bedanken voor hun heldere presentaties. En de mensen aan het webinar bedanken voor hun deelname. Ik zie jullie hopelijk graag terug bij de conferentie op 18 mei. Waar overigens ook de mensen van Triodos en Eneco zeker aanwezig zijn, want zij zijn sponsor van het event. Dus voor verdere vragen kunt u ze daar live ontmoeten. Voor nu, dank u wel voor de aandacht. Nogmaals gememoreerd dat de slides en de recordings van deze webinar later beschikbaar komen. En dan wens ik u nog een fijne avond. Dankjewel, tot ziens.